leuk dat jullie weer kijken naar het tweede weekjournaal van Animal Crossing. De video's waarin ik jullie wekelijks op de hoogte hou van wat er allemaal op Eiland Chu gebeurt. Hé jongens, er is zoveel gebeurd. We gaan gewoon snel beginnen. Week 2 was helemaal gestoord, jongens. Ik heb zoveel leuke nieuwe dingen gedaan. En er vliegt ook weer een cadeautje hier die ik al... Oh, snap. Gewoon 2 cadeautjes. Hier vliegt een paasei die ik even uit de lucht moet plempen. Hoppakee. Hallo. Daarin vliegt nog wat. Ik ben echt bang dat die in het water gaat vallen. Oh, nee. Als ik er nu schiet, dan gaat hij niet in het water vallen. Lekker! Wat is dit? Is dit een paasei? Een eierpoef en een cadeautje. En dit is een speelgoedklok. Oh, nice! En zo gebeurt er gelijk nog meer in de tweede week van Animal Crossing. Ik heb hier een eierpoef. Oh, ik heb ook nog een picknicksetje. Wat leuk. Wat geinig. Ja. Want jongens, het is april en dat betekent dat er nu een paasevenement gaande is in Animal Crossing. Maar eerst wil ik jullie mijn huis laten zien, want mijn huis is zo erg veranderd. Vorige week dacht ik nog van, hoe ga ik ooit 98.000 klingels betalen bij Tom Nook voor mijn huis. Maar nu zijn we al een behoorlijk stukje verder en mijn huis is echt veel mooier geworden en heel anders. Dus hou je vast in 3, 2, 1. Dit is mijn nieuwe huis. Ik vind het zo cool. Ik vind deze inrichting zo mooi. Het ziet er super luxe uit gewoon. Ik vind die wand echt heel erg mooi. Natuurlijk heb ik nog steeds mijn perenbedje hier zo. Ik gebruik hem als bed. Ik gebruik hem als bank om tv te kijken. Er is nu een of andere leuke Aziatische show hier zo op mijn Apple TV. Ik heb 2 Nintendo Switches. De Animal Crossing Switch en de normale Switch. En ik heb hier een mooie voetbalvis tentoongesteld in mijn huis hier. Met een wereldbol erop. Ik vind dit toch wel een van de leukere vissen. Volgens mij is deze nu weg nu het april was. Volgens mij was deze alleen nog in maart te vangen. Ik heb hier 2 gitaren staan. Lekker hoor. Nou, ik heb hier wat moois aan de muur hangen. Ik heb hier ook een deel van een laboratorium. En bij een laboratorium hoort natuurlijk ook een luchtverfrisser. Dit is mijn luchtverfrisser. En hier hangt mijn kledingkast. En ik had van de week vallende sterren. Daardoor zijn er allemaal sterrenfragmenten aangespoeld op mijn strand. En heb ik een sterrenstafje kunnen maken. En wat zo leuk is aan zo'n sterrenstaf, is dat ik hiermee outfits samen kan stellen en heel snel aan kan trekken. Dus ik heb hier de dorpsbewoner outfit. Ik heb hier de winternerd. Kijk dan, mooi brilletje op, lekker winteroutfitje. We hebben hier een soort van halve zakelijke man. Ja, alleen die hoed die vind ik nog niet zo heel nice. Maar we kunnen vast binnenkort wel weer een nieuw petje gaan kopen. Daarover straks meer. Wat heb ik nog meer? Ik heb een hele leuke portiersoutfit gescoord. Hoppakee. En ik heb ook een summer vibe outfit. Nou, ik vind het wel behoorlijk zomers vandaag, jongens. Ah, nee, misschien ga ik toch voor de casual beer outfit. Dat is wel leuk, want als je dus dat toverstafje hebt, dan kan je dus voor je kledingkast gaan staan. En dan kan je hier dus flits outfits bewerken. Maar niet als ik er 1 aan heb. Dus ik moet hem eerst weer uitdoen, dat ik mijn normale outfit heb. Dan kan ik hier naartoe. En dan kan je dus je flits outfits bewerken. En dan kan je dus gewoon nieuwe maken als je daar zin in hebt. Dus ik kan bijvoorbeeld een outfitje samenstellen van alle kleren die nog hier zo in mijn kast hangen. Bijvoorbeeld, hoi. En dan een gele broek erbij. Ik heb, dit vind ik... Deze slaat echt nergens op. Dit staartje, jongen. Dit is niet normaal. Dan doen we er ook nog even zo'n bril bij. En deze mooie sandalen met bloemen. Ja, of we doen dit gewoon niet. Dan heb ik hier aan de linkerkant een studeerkamer. Want ik heb dus al aardig wat leninkies afbetaald bij Tom Nook. Kijk, en dit is mijn studeerkamer. En kijk naar deze wallpaper, jongens. Kijk eventjes naar deze mooie stad. Ik vind dit echt zo'n tof behang, jongen. Zo af en toe komt er een guy op je eiland. Die heet Sahara. En die verkoopt dus vloerbedekking en ook behang. En tapijtjes. En als je dingen bij hem koopt, dan krijg je ook tickets. En met die tickets kan je weer gratis dingen claimen. En volgens mij kreeg ik deze. Want volgens mij krijg je dus altijd een speciaal behangetje of een speciale vloer van hem met die tickets. En ik vind dit zo'n tof behang, jongens. Ik vind dit echt heel cool. Dus ja, dit is mijn studeerkamer met een mooi uitzicht gewoon op de stad. En natuurlijk, niet te vergeten, hier zo, Hardy de hamster. Die heb ik van een van mijn moderators van Discord en Twitch gehad. Super cool. Thanks, Jeremy. Oké, door naar de volgende kamer. Dat is de derde kamer. En ik moet je eerlijk zeggen, die is nog niet af. Kijk, ik heb hier ook allemaal knollen opgeslagen. Met die knollen kan je ook winst maken. Die kan je op zondagochtend kopen bij een verkoper. En die moet je dan tijdens de week inleveren bij Tim en Tom voor een goede gunstige prijs. Dus die liggen nu hier even te wachten tot ik een goede gunstige prijs krijg. Ik heb hier tafelvoetbal, jongens. Hoe vet is dit? Kom, laten we tafelvoetballen. Ik heb hier een
popcornmachine. Ik heb hier een waaier en Harry... Oh nee, Harry was mijn hamster. Dit is Henk. Henk het skelet. Oh ja, en nog wat speelgoed hier in de hoek. Beetje gek. De kinderen spelen met speelgoed, maar er staat wel zo'n eng skelet hier zo. Zoals ik al zei, aan deze kamer moet nog wel iets gebeuren. Dus ja jongens, dit is even wel wat anders dan dat kamertje van vorige week, hè? Die is aardig veranderd. Laten we naar buiten gaan. Want ik heb ook de indeling op mijn eiland veranderd. Mijn huisje staat nog wel op dezelfde plek. Ik heb nog steeds hier lekker mijn privéstrandje. Dit is een ijsmachine trouwens. Hier kan je ijs maken. Hier kan je muziek op maken. Nou, daar krijg je wel een aardig strandgevoel bij, toch? Oh, jongens, ik moet mijn fossielen van vandaag nog opgraven. Oh, wacht even, het zijn paaseieren. Ja, en dan heb ik hier een kampeerplaats. En bij dat kampeerplaats kunnen soms nieuwe inwoners komen. Dan kan iemand zijn tentje opzetten en die kan je dan proberen om naar je eigen eiland te krijgen. En ik heb al een nieuwe bewoner. Die ga ik straks even aan jullie laten zien. Nou, nu is er niemand, helaas. Dan zie je daar zo boven in beeld het winkeltje van de zusjes Abel. Vorige week heb je gezien dat Mabel bij mij spullen verkocht op een kleedje op het markt. En ik heb lekker veel van ze gekocht. Want als je gedurende 2 keer volgens mij 5000 klingels weggeeft aan geld aan hun, dan komen ze ook naar je eiland toe. Ja, en dan willen ze daar dus hun eigen winkeltje beginnen. En dit is Mabel. Hallo Mabel. En daarachter staat Abel. En ik moet zeggen, ik vind Abel ook wel een baas hoor. Abel is alleen wel altijd aan het werk. Kijk, hij wil eigenlijk niet gestoord worden. Hij wil gewoon chill werken. Maar dit is dus hun winkel. En deze outfit hing er gisteren volgens mij ook al. Die heb ik toen gisteren gekocht. Nou, we zien hier een mooi kapseltje. Snelle plangen. Superleuk. Dit kan je dus allemaal kopen. Hier kan je ook je eigen dingen aan de muur hangen, zodat andere personen ook jouw dingen kunnen kopen. En ik kan dus deze dingen van andere personen kopen. Dus dat is wel geinig. Dus ja, Mabel en Abel, de Mabel sisters, die hebben hier nu gezellig een winkeltje. In de paskamer kan je lekker allerlei outfits proberen. Ook super geinig. Dus ja, vandaar dat ik nu allemaal van die fancy outfits bij elkaar heb gesprokkeld. Nou wil ik dus al mijn winkeltjes strakjes wil ik om mijn plein hebben. En ik heb de winkel van Timmy en Tommy naar de andere kant van mijn eiland verplaatst. En kijk, ik heb hier trouwens ook allemaal leuke boompjes gezet. Met allerlei verschillende soorten fruit. Alle fruit die je kan krijgen. Behalve de palmbomen, want die staan op het strand. Maar ik vond dit wel een leuk welkomstontvangstdingetje voor als je gewoon mijn pleintje oploopt. Zo, hoppakee, tussen de boompjes door. Het is niet de bedoeling dat mensen dus deze vruchten gaan plukken. Deze bomen staan hier gewoon puur voor de sier. Wat ik al zei, ik heb de winkel van Timmy en Tommy verplaatst naar de andere kant, zodat alle winkels straks lekker een beetje in één straat of in ieder geval bij elkaar kunnen komen te staan. Dus de winkel van Timmy en Tommy, die is nu gezellig hier naartoe verhuisd. Ja, super cool, dat is leuk. Oké, door naar het volgende. Dit bruggetje hadden jullie al gezien, denk ik. Ik heb een heel leuk bloemenveldje gemaakt. Want ik heb me laten vertellen dat je bloemen nodig hebt om meer verschillende insecten aan te trekken. En dat verschillende bloemen ook mengen met elkaar en dat je dan allerlei andere kleurtjes krijgt. Dus ik dacht, ik maak even gewoon een bloemenveldje aan. En dit is het begin van mijn bloemenveldje. Ik zie daar trouwens een sprinkaantje. Die is volgens mij 2400 klingels waard. Dus die ga ik gelijk even vangen. Hoppakee, een orchidee bitsprinkaan. En je ziet dus inderdaad dat deze gele en rode plant hier samen een oranje plant hebben gemaakt. Dus dat is wel grappig. En ook hier zie je allemaal oranje planten en ook roze planten. Superleuk. Kan ik dit ding vangen trouwens? Wat is dit? Is dit een vlinder? Een kersenbloesemblaadje. Mooi. Roze staat echt goed. Dit is een supermooi bloemenveldje. En hallo? Opeens staat de paashaas hier op mijn eiland. Zipper. Yo. Hop haasje hop. Yo man. Nu je me hebt gevonden zeg ik hartelijk hallo. Hoppelend, huppelend, stuiterend, een dansende gele waas. Ik ben Zipper de gelukshaas. Jippie, en nu mag je klappen. Hij is hier om over zijn favoriete feestdag te vertellen. Het is geen kostuum, zegt hij. Oh, ik hoef niet naar een rits te zoeken. Oh, het is echt een konijn. Het is een echt konijn. Oké. Okay. Het is bijna konijnendag. Hoppelpoera, we gaan zoveel plezier hebben. Ik heb niet normaal veel voor te bereiden. Ik hoop dat je jezelf kunt vermaken. En 3 keer raden, deze jongen heeft voor deze speciale dag iets geheims in petto. Ben je er klaar voor? Hop, hop, daar komt hij hoor. Yo, Zipper! Eieren bij de vleet. Het eind van je dieet. In rivieren in de grond eet jij je buikje rond. Zoek ze hier, zoek ze daar. Doe je best, geen gemaar. Ik moet eieren gaan zoeken waarschijnlijk. Er zijn 6 soorten snoepeieren verstopt op het eiland, weet je. Als ik die ga zoeken en naar hem toe breng, dan is die blij, denk ik. Oh, we krijgen ook nog een cadeautje van Zipper. Het eierbed. Even nog meer doe-het-zelf-plannen op het eiland verstopt. Nou, 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 wat leuk. Als ik alle doe-het-zelf-plannen vind, dan krijg ik een hartstikke super fantastisch cadeau van hem. Nou, ik ben blij dat je er bent. Anyway, ik heb hier dus ook zwarte bloemen. Die heb ik een keer op een eiland gevonden en toen heb ik die allemaal meegenomen. Dat is een tip, jongens. Als je een keer naar een eiland gaat en je komt van die zwarte of blauwe bloemen tegen, neem ze mee. En ook oranje en roze bloemen, neem ze mee en plant ze op je eigen eiland. Die konijn begint ook te klappen. Dat is wel grappig. Blauwe driehoek, volgens mij had ik die nog niet. Maar wat je in ieder geval wel ziet, is dat er nu hier superveel insecten zitten. En dat komt dus inderdaad door mijn bloemenveldje. Die bloemen die trekken gewoon nieuwe leuke insectjes aan. En dat moet je hebben. Hier vliegt ook weer een cadeautje. Man, wat hebben we echt veel cadeautjes op dit moment. Hoppakee.
Een eierwand. Oké, cool. Oké, Rick. En nu weer doorschakelen naar het weekjournaal, oké? Oké, ja. Laten we weer doorgaan naar het weekjournaal waar we waren gebleven. In ieder geval, dit was dus mijn leuke bloemenveldje, bloementuintje. Maar ik heb dus ook nieuwe bewoners. En ik heb het huisje van René verplaatst. Het huisje van René is nu hier naartoe. Ja, die staat nu inderdaad hier. Want als je nu rechts onderin kijkt naar mijn plattegrond, dan zie je dat ik bijna alle huisjes bij elkaar heb geplaatst. Alleen Sprockets huisje staat nog links onderin bij mij in de buurt. Maar ik wil hier eigenlijk een beetje een dorp gaan maken van mijn stad. Nou, het is geen stad, van mijn eiland. Van eilandje. Dus ik heb hier alle andere huisjes. En dit is dus een nieuw huisje van een nieuwe bewoner. Dit is mijn nieuwe bewoner Shep. Maar Shep is dus ergens op het eiland selfies aan het maken, zegt hij. Nou, dan moeten we even door. Hier woont ook een nieuwe bewoner. En dat is deze chick. Althans, ik denk dat het een chick is. Tasha. Ja, en die heeft het over me gezegd. Zullen we even kletsen? Ik vind Tasha wel een hele leuke bewoner, hoor. Ik ben onder de indruk van de eenvoud die je uitstraalt met je Raclan shirt. Oh, ben je ook zo'n modebewuste bewoner? Dan zal je wel vriendjes worden met mijn roze kikker. Oh, kijk, hier is Shep. Ik vind Shep zo leuk. Shep is super cool. Eens even kijken wat Shep te zeggen heeft. Jij hebt zeker ook wel gehoord dat we een nieuwe bewoner krijgen op Island 2. Schapie? Nee, ik heb er niks tegen. Ik oefen alleen hoe ik mijn unieke personage het best neerzet met Schapie. Krijgen we een nieuwe bewoner? Dat wist ik helemaal niet. Maar Shep is echt een superleuke bewoner. Hij zegt namelijk vaak buitenlandse woorden. En dan zegt hij bijvoorbeeld buongiorno. En voor de mensen die het weten, zo zeg je dus gedag in het Italiaans. Alleen Shep die denkt dan dat dat bijvoorbeeld Turks is voor zet hem op, doe je best. En hij is er helemaal van overtuigd. Dus ja, ik vind het echt een hilarische bewoner. Dit is Raddle, die kennen jullie al. Die woont in dit huisje. Raddle heeft altijd een mondkap. Raddle was gisteren ziek, maar ik heb hem een medicijn gegeven en nu is hij weer beter. En dit is mijn bamboeplantsoen, jongens. Ik heb hier allemaal leuke bamboe dingetjes. Hier kan je lekker even chillen. Kan je lekker even op je gemakkie een beetje tot rust komen. Ja, lekker chill met zo'n dik oog. Maar ja, dit is gewoon even een leuk chillplekje. Ik zie hier ook moederpanda en babypanda. Superleuk. Die hebben het ook gezellig met elkaar. Dus dit is mijn leuke bamboeplantsoentje. Ja, ik vind dit een leuk plekje op mijn eiland. Ik ben er wel trots op. Ondertussen worden we nog steeds overladen met cadeautjes. Zo, hoppakee, weer een eitje erbij. En dan hebben we dit, jongens. Maar mijn schep is kapot. Deze gouden plekjes moet je altijd uitgraven, want hier komt altijd geld uit. En dan moet je eigenlijk niet te gierig zijn, want als je er geld in terugstopt, dan groeit er dus een geldboom uit. Stop er even 10.000 klingels in en dan maak je over 2 dagen dikke winst. Ja, dat is zomaar even een tip die je krijgt in het weekjournaal. Wat ik je verder nog kan vertellen over mijn weekjournaal is dat ik mijn museumpje heb verplaatst en mijn museumpje is hier bovenop de berg gekomen. Ik moet het nog een beetje aankleden met leuke hekjes en zo en een leuke weg ernaartoe. Misschien moet ik ook even een helling gaan maken of zo. Ik heb hier ook een ram, ja, een schommelram. Hier had ik goud voor nodig om deze te bouwen en wat sterrenfragmenten, dus dit was best wel een duur dingetje. En het plan voor deze ram, die heb ik van Celeste gehad. Maar goed, laten we even het museum checken dan. Want ik heb ook lekker veel nieuwe dingetjes in het museum, jongens. Hallo, Bladders. Ik wil weer even een donatietje doen. Ik heb allemaal leuke nieuwe dingen, Bladders. Kijk, ik heb een veldsprinkhaan en ik heb een Adrian Dolo. Ik heb een Agriasvlinder en ik heb een blauwe driehoek. Ik heb allemaal leuke nieuwe vlinders. Zullen we dan even gaan kijken in de vlindertuin? Want die heb ik jullie vorige week niet laten zien. Maar ik zag in de reacties onder mijn video dat jullie dat heel graag wilden zien. Dus dat gaan we toch even checken. Kijk, hier heb ik een wespennest. Voor de rest hier niet zo heel veel. Hey, hallo! Puddles! Ben je ook even lekker hier in het museum aan het chillen? Puddles zegt, hier zijn de populaire insecten. Shampy, maar het klopt zo wat mijn borstkas uit. Oké, blijf ademen. Het was een super enthousiast door alle insecten. Ja, en het begint er wel inderdaad al leuker uit te zien nu, jongens. Hier, kooikarpertje en inderdaad hier insectjes die lekker aan het chillen zijn. Het veldsprinkhaankje staat hier gelijk. Maar wat ik helemaal tof vind is dit stukje. Dit vind ik een mooi stukje, jongens. Kijk, al deze vlinders. Ja, dit is wel echt heel gezellig. Kan je lekker hier zo even op het bankje chillen? Kunnen we een mooie foto maken? Mijn oog is niet zo mooi nu. Ah, super leuk, man. Zo'n mooie vlindertuin. Ja, love it. Ik vind het cool. Het wordt ook steeds voller, dus dat is echt heel leuk. Gaan we even hier naartoe. En dan zie je hier inderdaad die orchidee bitsprinkhaan. Hier is een motje. En wat is er nog meer? Een rolpissenbed. En een duizendpootje. Hier zien we nog wat dingetjes. Oh ja, hier is die vogelspin, jongens. Ja, kijk, hier gebeurt ook van alles. Oh ja, vliegen. Je kan ook vliegen vangen in dit spel. Ik had gewoon een laars ergens buiten neergegooid en toen zat er opeens een vlieg op. Dus die hebben we ook gevangen. Ja, dus dit is de vlindertuin waar alle insecten lekker aan het verblijven zijn. Ik moet er nog best wel veel, denk ik, hoor. En dan lopen we nu even naar beneden, naar het museum. Want ik heb al veel meer toffe nieuwe dingen, jongens. Kijk, de rechterkant, die staat al bijna vol met van alles en nog wat. De linkerkant heb ik nog niks, maar de rechterkant gaat hier al lekker. Maar ja, dit is het tofste deel in het museum wat betreft de dinosaurussen. En ik zal weer even op het blauwe puntje gaan staan. Dan zie je weer een overzicht van wat ik allemaal heb. En dan, ja, dan gaan we toch wel lekker, jongens. Ik heb al aardig wat delen van dinosaurussen. En deze
zijn vliegende dinosaurussen, vind ik sowieso heel cool. Hier hebben we de Quetzalcoatlus. Die is bijna compleet. En de Pteranodon, die is ook al bijna compleet. Hier hebben we de Stegosaurus, ook een machtig beest. En nog allerlei andere toffe dinosaurussen. Ja, dit gaat wel lekker. Dit gaat helemaal goed komen. En als we dan hier naar rechts gaan, dan kan je zien dat ik de mammoet al compleet heb, jongens. Hoe vet is dit? En hier dat hert heb ik volgens mij ook al compleet. De brontops moet ik nog het, de kop van. Maar het reuzenhert is ook al compleet, dus heel vet. Ja, en dan lopen we natuurlijk ook nog even naar rechts, naar het aquarium. Het aquarium is persoonlijk wel echt mijn favoriete deel in het museum. Voor deze vis heb ik heel veel moeite moeten doen. Dit is de stur. En de stur kan je alleen vangen in het stukje overgang tussen de zee en de rivier. En dan echt alleen dat kleine stukje. Dus niet boven de steentjes, maar echt dat kleine, kleine stukje. Ik heb deze op 28 maart gevangen, nog net voordat die wegging. En hier zie je ook, ja, dit is de Donauzalm. En dat was inderdaad ook een hele zeldzame vis. En gelukkig heb ik die ook nog weten te vangen. Ja, deze aquaria's die gaan al lekker vol, jongens. Kijk hier, wat forelletjes en zo. De goudforel en de Japanse zalm en de bronforel. Dan heb ik hier de goudvis en nog wat leuke kleine visjes. Hier zwemt natuurlijk de kooikarper in en nog wat vriendjes van hem. Ja, en deze is nog steeds leeg. Ik heb hier nog steeds niks. Ik ben benieuwd wat hierin komt. Misschien komt hier wel een walvis in of zo. Ja, en vorige week was dit aquarium ook nog leeg. En nu, ja, nu zwemt er wel wat toffe vis in. Dit zijn de anchovisjes. En je ziet daarnaast nog een ander klein visje. Ik weet niet meer uit mijn hoofd welke vis dat is. Maar dit ziet er sowieso hartstikke mooi en leuk uit. En vorige week hadden we aan de rechterkant alleen de riemvis. Maar die heeft nu ook dus van bezoek gekregen van twee andere visjes. Namelijk de hemelkijker. En de hemelkijker heeft een doorzichtige kop. Je kijkt letterlijk zijn kop in. Nu kan je het goed zien. Dit is echt bizar. Het is een bizarre vis. Ik vind deze hartstikke leuk. De riemvis die hadden we vorige week al. En de voetbalvis weet ik niet. Maar die hebben we nu in ieder geval ook. Dit stukje van het aquarium, dat vergeet ik altijd. Maar er is natuurlijk nog een heel deel inderdaad. Hier zie je de inktvisjes bijvoorbeeld allemaal zwemmen. En wat zien we hier allemaal? De rode snapper en de kraagvis of zo. Of de kraaivis. Wat is dat? Die vis die rechts zwemt. Een soort van zebra-achtig visje. Dit blijft ook wel een van mijn favoriete dingetjes. De vlindervisjes. En ja, dit aquarium is ook nog leeg. Oké, laten we het museum weer uitgaan. Want ik heb nog één ding wat ik aan jullie wil laten zien in deze Animal Crossing weekjournaal van deze week, van week 2. Ja, ik ben wel echt blij met mijn bewoners hoor trouwens. Ik vind het echt een leuke stelletje ongeregeld. Ik vind het tof. Ik geloof dat zij het ook allemaal wel aardig naar hun zin hebben, dus dat is mooi. Maar Tom Nook woont niet meer in een tent. En ik heb dus een hele leuke Rikka Party emote gemaakt voor op mijn eiland. Scyther, mijn favoriete Pokémon, met een leuke party muts. Iedereen die wel eens gekeken heeft naar mij op twitch.tv/Rickachu zal begrijpen waarom ik precies dit heb gemaakt in Animal Crossing. Ik vind het een hartstikke mooi plaatje, jongens. Ja, en die kunnen we natuurlijk ook gewoon op shirt zetten. Dus dat is super leuk. Maar Tom Nook woont niet meer in een tent. Tom Nook heeft zijn eigen gemeentehuis, jongens. Kijk eens. Oh, als we onze leningen blijven afbetalen, dan profiteert Tom Nook daar keihard aan. En kijk eens, jongens. Isabel is gejoind. Isabel is ook gezellig van de partij. Isabel is de secretaresse van Tom Nook. En bij haar kan je je eiland laten beoordelen. Het eiland niet veranderen. Ook de vlag veranderen die je net buiten zag. Of een bewoner bespreken. Dan kan je misschien wel bewoners wegsturen. Ja, en bij Tom Nook kan ik nu ook allerlei andere dingen gaan doen. Dus dat is ook wel erg leuk. Je kan natuurlijk nog steeds je huis afbetalen. Maar je kan het ook hebben over de eilandinrichting zoals je ziet. En dan kunnen we dus land verkopen om te zorgen dat er dus nieuwe inwoners willen komen wonen op je eiland. We kunnen bruggen en hellingen plaatsen. En we kunnen dus dingen verplaatsen. En dat heb ik onder andere al gedaan met de winkel van Timmy en Tommy Nook. En het huisje van René. Dus ja jongens, ik ben super benieuwd hoe het eiland er volgende week voor staat. En dat was hem, het Animal Crossing weekjournaal van week 2. Ik hoop dat jullie dit net zo leuk vonden als week 1. Mijn eiland ziet er al veel toffer uit dan in week 1, vind ik zelf. Laat even weten in de comments wat jullie van mijn eiland vinden en wat jullie graag op mijn eiland zouden willen zien. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal voor meer Nintendo, Pokémon en Animal Crossing video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!